Kijkers van Gamer King NL. En vandaag zijn wij terug met een aflevering van Super Meat Boy natuurlijk. En met facecam, want jullie waren facecam. Dus hier is de facecam. Check maar, ik ben zo sexy. Oh, maar ik heb vakantie, ik ben net geslaagd. Zal me gefeliciteerd zeggen. Dus ik doe vrij weinig, behalve video's maken nu. En ik denk, laat ik een Super Meat Boy voor jullie maken. En we waren bij de helft, zover ik nog weet. En we gaan gewoon weer met onze vleesige knul, om het zo maar te zeggen. Ja, dit was de... Ik moet er heel erg in komen hoor, dus... Let er niet op dat ik nu enorm faal. Nou, daar kan je wel op letten, want ik faal enorm, hè, maar... Echt, is dit nou zo moeilijk, Damien? Het is wel echt moeilijk geworden als je tijdje niet speelt. Ik wil gewoon lekker... Oké, goed. Ik laat het eerst als cirkelzaag knul eerst. Nou, dan gaan we dus als tweede al gaan. Echt moeilijk joh, wat is dit ermee aan de hand dan? Goed zo. Nou, en hoe wil ik dit regelen dan? Dan kom je door. Oh ja. Nou, dan moet ik... Oh, je kan zo op de muur, ja, ik snap hem. Ik snap hoe die moet, wauw, dat is de eerste keer dat ik... Ah, dan ben je naar de meid. Ja, dat is normaal, daar, weet je. Moet zo, op een of andere manier. Ja, en dan moet je hem zien te ontwijken. Ik snap hem wel. Ja. En nu? Om elkaar te overheen springen? Hallo, hoe wil je dit halen dan? Zo. Oh, zo. Yes. Oké, gaan we verder. Best moeilijk dit hoor. Wel deze levels. Lekker trillen. Eigenlijk hoor dit level wordt helemaal niet te trillen, maar dat is iets anders. Awkward. Goed, en nu? Oh, je moet waarschijnlijk snel op de ding springen. Snap je wel. Oh shit, god. En nu? Ja, dat werkt dus niet meer. Even in. Oh. Ik loop bij gewoon kaart vanaf. Oh mijn god. Het is moeilijk hoor, dit. Ik zit ook in pure concentratie. Ja. Ja, volgens mij hebben die makers, volgens mij heb ik het al een keer gezegd. Maar volgens mij denk ik deze makers echt statistisch. Zo van. Fuck you all. Wel lekker, het is wel lekkere muziek vind ik. Ik hou het niet echt van dat bandage. Oh god, bandage. Ook hou ik niet van dat soort muziek, bandage. Lol. Ook hou ik niet van dat soort muziek. Het rock achter, ik vind het wel wat hebben. Nou, ook niet al te vinden. Ik ga binnenkort, mijn eigen kanaal ga ik binnenkort. Nu snap ik hem niet. Ik hoor me eigenlijk, nou ga ik Last of Us ga ik spelen. Daar heb ik enorm veel zin in. Ik moet hem alleen nog even kopen. Maar het lijkt me zo'n vet spel. Misschien hebben jullie hem al. Een van jullie hebben hem waarschijnlijk al. Dan kan je even in reactie zetten of het een goed spel is. Maar het lijkt me echt een geweldig spel namelijk. Vol met verhaal, emoties, etcetera. Dus. Daar wacht ik nu eigenlijk op. En ik dacht, ja weet je, waarom zou ik geen leuke video maken voor... Fuck that shit! Oh, ik heb mezelf pijn. Ik ben emo. Moet je hier weer op wachten. Kijk, met Super Meat Boy heb ik het heel erg. Dat als ik moet wachten, dat ik dan dood ga. Zo. Doe wat? Hier op, hier over. Precies, ja, we hebben hem. Zo, level complete. Take that bitch. Oh, hier ga je gelijk dood. Nu en nu en.
Oh shit. En nu dan, en in één keer. Nigger! Ga jij maar even lekker een pointje bij intrigeren, kom op. Kom dan. Maar niet. Wacht op dat penetrerende ding. Oh fuck, hoe wil ik dit doen dan? Oh, wat een irritant. Hel is wel ziek moeilijk. Echt, hel is ziek moeilijk. Bam bam bam. En doe ook op mijn eigen kanaal. Nu toch even over mijn kanaal, hè. Zal ik eerst een durf, wat moet ik doen dan? Ik zou echt niet willen doen. Goed, ben ik nu... Het is kort begonnen met Swiftcraft. Waarschijnlijk kennen jullie het al, hoop ik. Het is echt enorm tof. Het is Minecraft. Het is van RTS-stijl Minecraft. RTS is een real strategy game, zoiets. Dat is in die richting in ieder geval. Oh fuck. Ik snap hem. En dus je kan bijvoorbeeld geen portal gewoon bouwen. Portal moet je eens researchen. En als je die portal dus geresearched hebt, dan kan je dus een gebouw maken. Dus een bestaand gebouw als het ware. En dat bestaande gebouw daar kan je dan, dat is dan jouw portal als het ware. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog gebouwen. God, rot nou zo met penetrerende tilboom. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog gebouwen als barakken. Daar kan je dan bijvoorbeeld dingen researchen, dingen bouwen. Om het zo moet zeggen. Deze kan ik echt niet aan. En daar kan je die dingen, daarmee bedoel ik bijvoorbeeld een ster en daar doe je dan meer damage mee, bijvoorbeeld een warrior ster heet die. Doe je meer damage mee met zwaarden, etc. Heb je nog een iets met een archer. En een archer is natuurlijk een pijl- en boogschiet meneertje, om het zo maar te zeggen. En als je zoiets hebt geresearched, dan kan je daar bijvoorbeeld, die mag alleen maar leather armor aan. En die doet dan weer bijvoorbeeld meer schade met zijn pijlenboog. Precies, neem je. Oh, ik moet daar vallen. Oké, okay. I got it. Oké, dan moet die naar beneden. Dan komt daar dus een standaard bal uit. Pak ze. De erupteur aan de bal schiet nu. Dus dan moet ik hem nu pakken. Precies. Ja, fuck that shit. Oh. Oh mijn god. Hoe ging ik daar dood? Ik raakte gewoon de muur. Even serieus. Kijk, nu schiet hij de bal. Dan moet je hem nu pakken. En hoe kan je hem daar pakken dan? Ik snap dat niet. Oh. Ik speel dit level nog uit en dan denk ik dat ik even deze episode ga eindigen voor jullie. Als ik dit level uitspeelbaar is. God. Pure concentratie. Oké, ik stop hier. Want mijn bloeddruk is heel hoog geworden. Laat gewoon een duimpje achter natuurlijk. Vergeet niet te abonneren op GameKingNL, waar je natuurlijk dit filmpje op kijkt. Ik ben zelf van Everyday Some Gameplay. Sommige mensen hadden wel gevraagd een tijdje geleden van, zit jij nou bij GameKingNL? Ja en nee, ik maak natuurlijk deze serie, dus dan zit je er wel een beetje bij. Maar ik heb natuurlijk mijn eigen kanaal gewoon. Want ik hoor natuurlijk niet bij de jongens die op GameKingNL hun toffe video's zelf maken. En ja, vergeet dan ook gewoon niet om mij te abonneren. Ik ben Everyday Some Gameplay, dus Everyday Some Gameplay, dus laat een ik kon niet uit mijn woorden, what the fuck. Goed, link staat in de beschrijving, dus dan kan je even klikken, kan je even abonneren en dan
See jullie later.